Kasteel Nederhorst is na de brand van enkele jaren geleden weer geheel in zijn oude luister hersteld. In de gangen en zalen hebben andere antieke klokken de plaats ingenomen van de uurwerken die verloren gingen. De interieurs ademen wederom een volkomen authentieke sfeer. Zoals we die bijvoorbeeld ook tegenkomen in de getekende stripverhalen die Marten Toonder aan Tom Poes en Olly B. Bommel wijden. Sedert enige jaren zijn de Toonder Studios in het kasteel Nederhorst gevestigd. En nog dagelijks worden hier nieuwe avonturen van de twee hoofdfiguren uit de al meer dan 30 jaar bestaande strip in beeld gebracht. Ook vele andere strips komen uit deze studio's. Getekende figuren vormen ook de basis voor de vele tekenfilms die in kasteel Nederhorst gemaakt worden. Stand en gezichtsuitdrukking van elk van deze roze en blauwe olifantjes verschillen een beetje. Door ze achter elkaar te filmen ontstaat een bewegingseffect. Het tekenfilmeffect ontstaat pas door de tekeningen beeld voor beeld in juiste volgorde op te nemen en ze met de bioscoopprojectiesnelheid van 24 beelden per seconde te vertonen. One mouse and one mouse is mice. One elephant and one elephant is elephants. Behalve tekenfilms worden in Nederhorst den Berg sedert de associatie met de Geesink Studios ook poppenfilms gemaakt. Ook die worden beeld voor beeld opgenomen. Om de juiste gelaatsexpressie en de vereiste mondbewegingen te verkrijgen, worden telkens andere maskers gebruikt. Zo kunnen deze poppen teksten vrijwel lipsynchroon produceren. De gewenste bewegingen worden bereikt doordat lichamen en ledematen in alle richtingen beweegbaar en buigbaar zijn. De studio's beschikken over een welhaast onuitputtelijk arsenaal van bodies en ledematen. En zo nodig worden telkens nieuwe gemaakt. Te midden van tal van papieren poppen troffen we hier ook de sterfilmster Loekie de Leeuw. Ons land heeft een zeer goede naam op het gebied van de animatiefilms, dankzij het vakmanschap en de vaak grote originaliteit van de op dit speciale gebied werkzame Nederlandse ontwerpers en filmers.